elkaar hebben. Yvette Laclé, u bent voorganger van een Pinkstergemeente in Amsterdam. In uw kerk vinden genezingen plaats op gebed. Worden er veel mensen genezen van HIV? Nou, allereerst hebben we gewoon een dienst. En in de dienst horen bepaalde handelingen. En natuurlijk is een van die handelingen gebed. Ja. Of er veel mensen worden genezen van HIV, nou, ze kloppen bij mij niet elke dag aan. Om te zeggen dat ze genezen zijn of om te zeggen dat ze genezen willen worden? De kerk is namelijk een plaats waarbij mensen hoop ontvangen. En waarbij mensen herstel kunnen ontvangen. En rust en een heleboel andere dingen. Er komen natuurlijk mensen die het ontzettend moeilijk hebben in deze samenleving. Mijn vraag is, komen de mensen die met HIV bij u komen daar genezen weer vandaan? Er zijn enkele mensen geweest, ja, die daar genezen vandaan zijn gekomen. Maar er zijn ook enkele mensen geweest die daar niet van genezen zijn. Er zijn beelden van zo'n healing. Laten we daar even naar kijken. Er is een mogelijkheid om er vanaf te komen. En ik ben het bewijs. Wat zien we hier? Wat gebeurt er? U zit hier na een dienst, wordt een oproep gedaan voor mensen die misschien ziek zijn of verdrietig zijn of wat dan ook. Ik weet van tevoren niet wat voor ziekte de mensen hebben. Dat hoor ik niet van tevoren. Dus ik kan niet meteen zeggen hoeveel mensen daar al dan niet wel of niet van genezen zijn, omdat ik natuurlijk door heel Nederland spreek. Soms hoor ik wel dat mensen zijn genezen van HIV of van kanker, hoge bloeddruk. Maar hiel jij? Is dat... Ik hiel niet. Okay. Het is een gave die ik van God heb ontvangen om mensen vrij te maken. Maar binnen... Voor jouw vraag, je doet wel de handelingen. Ja, want ik zie jou daar een volg met even. Maar goed. Ja. Ik ben... Jij vindt zelf dat je het niet zelf doet? Ik doe het niet zelf, het is een gave die ik heb gekregen. En net zoals bijvoorbeeld iemand een heel mooi boek kan schrijven of muziek kan maken. Is het een speciale gave? Maar zij heeft het boek wel zelf geschreven, ja. Ja, ik heb ook een boek geschreven. Ook een van mijn gaves misschien. Maar pas het weer tot politica. Goed, meneer Michael Haman, u bent HIV-patiënt, AIDS-activist. Gelooft u dat er mensen in haar diensten tot genezen worden? Nou, als er mensen waren die genezen werden, dan was ik niet HIV-positief geworden. Want? Mijn ex die heeft, blijkt dus, bij mevrouw Lont heeft hij een healing ondergaan. Wist ik niet, heeft mij nooit verteld. We leren elkaar kennen en we zijn een relatie gestart. Ik vroeg aan hem van hoe zit het met je status. Mij scheelt niks, mij is niks aan de hand en ik wist van mezelf dat ik gewoon goed was. En naar de hand bleek dat ik dus op een gegeven moment in november 2000... een CITO werd opgenomen in het ziekenhuis, want er werd geconstateerd dat ik seropositief was. U bent HIV besmet geraakt, ja? Vanwege het contact met een man die dacht bij haar genezen te zijn. Juist. En die het voor mij verzwegen heeft, hè? Mag ik daarop ingaan? Ja? Ik ben hier absoluut niet bewust van. Dat ik iemand heb weggestuurd die heeft genezen zou moeten zijn. Want wat ik heel erg belangrijk vind, en ik wil echt deze leugen de wereld uit hebben, is dat er wordt gesuggereerd dat ik mensen verbied om medicatie in te nemen of dat ik ze verbied om naar de dokter te gaan. Integendeel vraag ik dat juist aan ze om de genezing te bevestigen bij hun arts. Want dan heb je schriftelijk bewijs dat je bent genezen. U zegt, iedereen die denkt dat hij genezen is, stuurt naar de dokter? Absoluut. En absoluut. Ik zeg altijd van, ik heb niks tegen gebedsdiensten. Ze kunnen een placebo-effect hebben op de patiënt. Maar ga niet zeggen dat je de patiënt genezen hebt. Maar als mevrouw, ik wou zeggen Lont weer, maar dat is nog even wennen, Laclé. Als mevrouw Laclé zegt, mensen die denken dat ze bij ons genezen zijn, ja, of waarvan zij denkt dat ze genezen zijn, die sturen we onmiddellijk door naar de arts of naar al die instanties die meer er nog, in Zuidoost ik zijn. Ik adviseer dus dat ze doorgaan met medicatiegebruik. Dan er zijn ook andere kwakzalvers, noem ik dat. Maar dan is mevrouw Laclé geen kwakzalver. Nee, er zijn meerdere binnen de Pinkstergemeente van die kwakzalvers, mm-hmm, die de mensen dus ook nog aangeven
je bent geheeld, stop met je medicatie, want als je aan de medicatie zit, heb je geen geloof in de healingskrachten van de Heer. En dat zit bij dwars. Daar gaat het bij mij om. Dat men een gebedsdienst houdt om de patiënt hoop te geven, voilà, zover kan ik nog meegaan. Maar ga niet als geestelijke leider op de stoel van een arts zitten om de mens geneest te verklaren. Deze praktijken vinden ook plaats in Suriname. Deze geestelijke leiders gaan ook met een regelmaat van de klok naar Suriname om daar healingspraktijken te doen, waarvan ik kan zeggen dat er kort geleden vorige maand, 20 april, is een HIV-activiste in Suriname, een Maron mevrouw, mevrouw Adjoni, overleden is nadat zij dus een healing heeft ondergaan. Maar goed, dat zijn dus men, dat is dus niet het. Nou, zegt u het zelf maar, mevrouw de Klee. Ja, ik betreur het feit dat u besmet bent geraakt door iemand die zei of niet zei dat hij al of niet besmet was met een HIV-virus. Ik had gehoopt dat hij u van tevoren had gezegd dat hij, dat hij dus genezen of HIV besmet was. Uh-huh. Dan had u een keuze kunnen maken of u daar wel of geen seksuele handelingen mee zou willen. Nou, dan kom ik op het feit dat de overheid zegt, of tenminste de gerechtelijke macht, mensen die een andere besmetten, dat die vrij uit worden gesproken. Maar ik kan u zeggen, ik zou heel graag willen dat deze wet dan werd aangepast. Omdat als je niet weet dat je met iemand naar bed gaat die HIV besmet is, dan kan het zijn dat je hele leven wordt verpest. Niet alleen heb je geen toekomst meer, geen visie meer, maar het kost de samenleving een handenvol geld. Maar mevrouw Laclee, als minister Klink nu zegt, ik kom niet kijken of een kerk dat wel of niet mag doen, dat moet een kerk zelf weten, maar ik kom kijken of mensen waarvan gezegd wordt dat ze genezen zijn, of die zelf ervaren dat ze genezen zijn, ik wil dat die naar de reguliere arts gaan. Minister Klink komt alleen dat checken.